Het beeld is weer verom op het plak dat het thuis zit. Wilde, wie is mij? Ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we zo kort nadat het vorige beeld was omgetrokken, in staat zijn geweest om dit vandaag te laten onthullen door burgemeester Kroonen van de gemeente Leeuwarden. Ja. Kun je op Sandaya Zuid nog waarom zijn naar de onderleiding? Of vlug je alleen nog naar wat er nou stiet? Nou, de aanleiding, kijk, dit soort dingen gebeuren. Het is vandalisme. Dat vindt in iedere openbare ruimte plaats. Dus dat moet je misschien accepteren. Maar wat het natuurlijk heel bijzonder maakt, is dat deze plek bij heel veel mensen emoties losmaakt. En dat hebben we zeker gemerkt vorig jaar toen 12 augustus, de nacht van 12 op 13 augustus, dat beeld was omgetrokken. En het nieuws al vrij snel via de media werd verspreid. Dat heeft bij de oud-Indiëgangers en de familieleden heeft dat nogal wat emoties losgemaakt. En dat is natuurlijk jammer dat dat gekoppeld is aan dat vernielen van dat beeld. 4, 3, 2, 1. Het zit heel goed onder ondergrond vast, het beeld zit heel goed onder sokkel vast. Ja, maar de beste materialen probeer je dat zo goed mogelijk te bevestigen. Ten eerste dat het nodig is? Ja, absoluut. Dus een van de eerste eisen van de stichting wie ik van nou, het, dit mag net weer gebeuren. Het is maar de vraag hoe ver als ze dat voorkomen kerst. Maar we moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. Dat is wel een punt van aandacht. Ik heb het daar met Vert Kroon ook wel over gehad. En ik neem ook aan dat hij daar zijn maatregelen voor neemt. Er is binnenkort weer een festival hier. En bij elk festival maak je mee dat jongelui bovenmatig gebruik maken van alcohol. Nou, dat levert ook weer wat bijzonderheden op. Dus ik heb wel gevraagd aan Vert Kroon om in ieder geval ervoor te zorgen dat tijdens het houden van zo'n evenement, en ik leg geen kausaal verband tussen het festival en het vernielen van het beeld vorig jaar, maar als er zo'n festival plaatsvindt, dan moet je wel wat extra beveiligingsmaatregelen nemen, dunkt me.